Op 13 maart wordt voor de derde keer de actie Trekken aan de Bel georganiseerd. In meer dan 550 basisscholen trekken 130.000 schoolkinderen 1 minuut lang aan de bel. Deze actie wordt georganiseerd door het Lilianenfonds. Een van de deelnemende scholen is de Mytielschool De Regenboog in Haarlem. Wij zijn een school voor kinderen met een motorische beperking en wij doen graag mee om onze kinderen ook te leren iets te geven voor anderen. En dat is in dit geval het Lilianenfonds dat geeft, dat geld inzamelt voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Kunnen wij nu ook even voor alle kinderen in die verre landen even heel hard schreeuwen? Wij gaan jullie helpen, oké? Okay? Ja. Wij gaan helpen! We gaan met onze kinderen van deze Mytielschool geld ophalen voor kinderen die in andere landen amper kans hebben als ze gehandicapt zijn. Wij hebben een meneer hier op school die ook een dochtertje hier op school heeft. En die heeft boemwekkers meegenomen. En ik had ze graag in mijn handen willen hebben van tevoren. Maar daar gaan wij het mee doen. Ja, we gaan even laten zien wat we in deze kist hebben voor vandaag. Laat jij eens zien wat we hiermee kunnen. Dit is een boemwekker. Dit is een percussie-instrument die in verschillende lengtes hebben. En de lengtes bepalen de toon. Dit is heel laag. Ja, dit is... Die is heel hoog. In Nederland is het goed geregeld voor kinderen met een beperking. En dat is helaas in Afrika heel anders. Ik kom net uit Afrika, ben net in Ghana geweest. En heb daar gezien hoe het nog veel beter kan. Herrie op het plein, we trekken aan de bel. Dat kunnen wij wel. De gehandicapte kinderen die willen ook gewoon meedoen net zoals de anderen. Dat kunnen wij wel. We gaan herrie maken en... Door het hele geld en door dat geld te krijgen gaan we hen mensen helpen in arme landen. 'Superleuk. En hoe hebben de leerlingen het gedaan? Ja, die doen het helemaal fantastisch, dat zag je toch? Deze kinderen zijn super muzikanten en kunnen enorm goed aan de bel trekken. Lekker weer op jou, zeg. Ja, Afrika zonnetje. Ja, dat bedoel ik, ja.